Erik, wat voor smaak had je over aan deze wedstrijd? Ja, slecht natuurlijk. We hebben niet echt goed gespeeld. Maar nog steeds maak je de 1-0 en in de laatste minuten krijg je een goal tegen. Sta ik hier met een slecht gevoel. Verbaast het jou dat op een gegeven moment komt Sven van Beek erin? Een verdedigende wissel. En dan zie je dat Willem II aanvallend gaat wisselen. En dan krijgen jullie het eigenlijk moeilijk. Ik weet niet als omdat we hebben een verdediger meer in het team. Was alleen maar dat ze moesten scoren en ze gingen vallen en wij moesten verdedigen natuurlijk. We moesten de drie punten houden. Maar helaas hebben we niet goed gedaan. Ja, hoe kijk je eigenlijk naar je eigen spel? Want ik vond, als ik dan persoonlijk, vond ik jou een van de betere spelers op het veld, zeker aan de kant van Feyenoord. Ja, maar voor mijn gevoel heb ik misschien goed gespeeld, maar dat maakt je niet uit als je verliest en als het team niet goed gespeeld. Voelde ik ook dat ik heb niet goed gespeeld. Ja goed, je hebt er uiteindelijk niets aan natuurlijk, maar goed, je gaat nu een weekje iets meer rust krijgen, interlandweekje. Ja, is dat ook nodig bij jullie? Ik kan me voorstellen dat de sfeer niet op haar best is op dit moment. Ja, ik heb liever ook volgende week spelen. Vooral na deze wedstrijd. We willen gelijk een wedstrijd spelen en een goed gevoel krijgen. Maar er is niks aan. Nu moeten we focussen voor 2 weken. Ja, want hoe is de sfeer verder binnen het team? Ja, blijf prima. Blijf normaal. Natuurlijk, als je niet bovenaan staan, is wel anders. Maar blijf oké. Okay. Yeah.